Vanuit Studio De Mandenmaker aan het Spuiplein praat je politiek. De politieke talkshow van RTV Bunschoten. Uw gespreksleider, uw rots in de branding, Maarten van der Molen. Vandaag praat ik in Praatje Politiek met een man die, als hij zijn stem verheft in de gemeenteraad, het stil wordt. Want wat hij zegt, daar luisteren anderen naar. En dat is op zich natuurlijk altijd een goede zaak. Als je hem vraagt om een gast te zijn in het Praatje Politiek, dan is hij altijd genegen om te komen. Het is gewoon een prettig mens waar je een goede discussie mee kunt leiden. En daarom heb ik vandaag mijn gast Andries Nicolai, de fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hartelijk welkom Andries Nicolai, fractievoorzitter van de ChristenUnie hier in ons schone dorp. Leuk dat je mijn gast wil zijn. Het was laat geworden op 3 november bij de begrotingsbehandeling. En dan word je 's ochtends wakker op 4 november. Wat voor beeld had je dan van die avond daarvoor? Nou, ik was in ieder geval heel erg blij dat we de programmabegrotingsbespreking op een goede manier hebben afgerond. Het was 11:45. Toen kwam er nog wel een stuk achteraan en uiteindelijk werd het 12:30, 12:45. Dus dat was een beetje een kleine kater. Maar kijken naar de programmabespreking, dan zijn we daar uitstekend in geslaagd. Ja. Is het nou inderdaad een verlengde op de initiatieven en de kadernota en alles wat te maken heeft, ook de begrotingswijze van mensen toen het was nog een beetje winter, is dat allemaal te herkennen in de begroting 2012? Ja, maar dat is ook de essentie van de programmabespreking. Het gaat erom dat je eigenlijk als raad checkt op welke manier het college uitvoering heeft gegeven aan de besluiten die genomen zijn naar aanleiding van de kadernota. Dat is ook de insteek. Dus wij zeggen ook intern, om nu nog te komen met allerlei moties, amendementen, het is de vraag of je dat moet doen. De kadernota, die is eigenlijk belangrijk om de lijn uit te zetten. En de programmabespreking, die is bedoeld om te kijken van, is dat nou gelukt? En daar gaat het dus om. Ja. Hebben jullie je punten kunnen maken? Want het regende moties, hè, van iedereen die tot nog een beetje dit of een beetje dat. Jullie hebben je voorbereid. Dat heb ik ook kunnen lezen op jullie eigen site. De begrotingsvergadering daarvoor. Daar heb je ideeën over die avond, de invulling van de avond. Verder afprocederen van die programmabegroting. Zijn jullie punten gemaakt? Zijn jullie moties gehonoreerd? Nou, in eerste instantie hadden wij niet nadrukkelijke moties geformuleerd, maar er wel een aantal richtlijnen neergezet van dat willen we in ieder geval aan de orde hebben. Ook even afwachten in hoeverre andere fracties daarmee kwamen. Nou, en dat is uiteindelijk keurig gerealiseerd. En onze centrale boodschap als ChristenUnie was eigenlijk afgelopen keer, er wordt heel moeilijk gedaan over onze reserves en hebben wij wel voldoende geld. En nou, de specialisten in onze fractie hadden dat ook echt goed doorgeakkerd. Yeah. En dan blijkt dat we op een termijn van 3 jaar, dat we bijna ruim 8 ton aan het investeren zijn voor de algemene reserve. Dus wij zeiden, natuurlijk, het zijn moeilijke tijden, maar we moeten het wel reëel en je moet ook geen paniekvoetbal gaan spelen. Nee, bedoel je daarmee die notitie van de provincie, waar we in één keer op plek 24 terechtkomen op die weerstandscapaciteit, een probleem vormt? Ja, maar dat is één deel. Toen de commissaris van de Koningin was bij de Hondenhemel, toen zei hij dat we. Toen feliciteerde hij ons van jullie zijn gestegen van plaats 10 naar 14. Ja. En inderdaad, een van de onderdelen, de weerstandscapaciteit, die is laag. Maar het heeft te maken met de actieve grondpolitiek die we hier gehad hebben. Of die hier geweest is. En waar we nu nog mee zitten. Maar wat in potentie natuurlijk ook allemaal geld kan opleveren. Ja. Is dat inderdaad? Want er was daarnaast nog een probleem met die septembercirculaire. Dat er 2 ton extra moest worden bezuinigd. Ja. Maar dat was ook eigenlijk het nieuwe. En dat gaf ook een nieuw probleem eigenlijk. De kadernota was vastgesteld. De meicirculaire leverde nog een gunstig beeld op. €22.000, dacht ik. En toen kwam de septembercirculaire. En toen moest er plotseling €221.000 bezuinigd worden. Dus dat was een extra bezuiniging. Ja. En wij, ik denk dat terecht is dat het college heeft gezegd, ja, dat moet je nu niet gaan schuiven. Dat moet je als het ware gaan meenemen in dit geheel. Is het ook zo dat je tevreden bent met, want uiteindelijk is een begroting, heeft direct invloed op, laten we zeggen, de huishoudens bij ons in het dorp. Dat er aan de ene kant een stijging met de OZB, daar scoren we behoorlijk in, hè, ook binnen de provincie. Alleen daarna weer een afname van de reinigingskosten. Ja. Is dat toch uiteindelijk geen sigaar uit eigen doos? Hoe bedoel je sigaren? Dat je het ene betaal je minder, maar de OZB is altijd een blijvertje. Ja. De reinigingskosten, dat houdt op de duur op. Dat is gewoon ergens een nulpunt. Ja. Maar er blijft wel die stijging van de OZB hangen. Ja, maar uiteindelijk moet je je begroting sluitend krijgen. 1% btw-verhoging is ongeveer €30.000. Dus je weet, je moet hem rondkrijgen.
De insteek is, en dat is ook bij het college speelde dat, wij willen zorgen dat de lasten voor de burger gelijk blijven. Als dat gerealiseerd kan worden, dan kun je ook schuiven. Bovendien, ook bij de provincie kwam naar voren dat wij wat betreft OZB een van de laagste gemeenten zijn. Ja. Dat betekent niet dat je maar ongelimiteerd moet gaan verhogen, maar wel dat er dus mogelijkheden zijn, want links of rechtsom, het moet ergens vandaan komen. Ja. En dan biedt de OZB juist in combinatie met reinigingsrechten, want dat is wel opmerkelijk. De 2 jaar dat ik er nu in zit, zakken die reinigingsrechten enorm. Dus blijkbaar is daar heel wat te halen. Ja. Aan de andere kant was ook een probleem, en dat lees je ook in de stukken, dat het bestuursakkoord nog niet rond was. Zeg maar wat de overheid de gemeente, naar de gemeente toeschuift. Daar zit de VNG erg achter met Annemarie Jorisma. Is daar nog iets over te melden? Nou, dat begint nu zich langzamerhand uit te kristalliseren. Maar met name de wethouder Sociale Zaken krijgt daar volop mee te maken. Dat begint nu mondjesmaat te komen, maar dat is nog lang niet helder. Kortom, je staat nog voor verrassingen. Hè? Op dit moment, een van de bezuinigingen is de sociale zaken. Dat kunnen we nog doen. Maar er kan zoveel op ons afkomen dat het volgend jaar zo anders kan zijn. Ja. Ben jij over het algemeen tevreden met die avond van 3 november? Nou, waar ik heel tevreden mee ben is, ik denk dat onze raad niet uitblinkt in snel efficiënt vergaderen. Er wordt heel veel gesproken. En we hadden afgesproken, we gaan verschuiven van de middag, een lange middagzitting, hè, tot het begin van de avond, gaan we naar de avond toe. Nou, dat was spannend, van halen we dat. Ja. Maar nieuw was dat we ook hadden gezegd, nou, we krijgen spreektijd. En je interrupties, alles wordt meegenomen. En het eind van de, nou, we hadden keurig netjes een verdeling gemaakt. En aan het eind van de avond, 11:15, bleek dat vrijwel alle partijen zich keurig netjes gehouden hadden aan hun spreektijd, maximaal 2 minuten eroverheen. Maar dat vond ik wel een heel goed iets van, iedereen wist waar hij voor stond. Werd keurig netjes op de wand bijgehouden. Ja. Nou, ik denk, dit is gewoon prima. En je zag ook dat mensen heel nadrukkelijk nadachten, wat wil ik inbrengen? Nou, in het vuur van de strijd gebeurt er natuurlijk wel eens iets anders, maar over het algemeen denk ik dat ik was prima tevreden, dat je zag ook, nou, verschuiving, als grootste fractie hoeven wij ook niet meer tijd, laat iedereen maar hetzelfde krijgen, maar het was wel meer in de hand gehouden en niet het eindeloze en opnieuw geïnterrupeerd. Nou, volgens mij werkt dat op een gegeven moment. Is dat zo wat je zegt? Dat je zegt wij als grootste fractie, nou ja, dat klopt. Maar laat iedereen evenveel spreektijd krijgen, ook de eenpersoonsfracties? Nou kijk, als je naar bijvoorbeeld de provincie kijkt, daar heeft de grootste fractie krijgt meer spreektijd dan de kleinste fractie. Ja. Maar we hebben gezegd van nou, of je dat hier moet doorvoeren, dat gaat ons te ver. We gunnen iedereen wat dat betreft zijn ruimte, ook zijn politieke statement maken. En wij passen ons ook als grootste fractie dan aan. Okay. En als het zo gaat, zoals het nu gaat, ben ik daar uitermate tevreden mee. Solidariteit. Ja. Okay. Goed, een tevreden fractievoorzitter van de ChristenUnie. Door naar een ander punt, Andries.